Het is de bedoeling dat wij eigenlijk mensen die met bepaalde vragen zitten of geconfronteerd worden met moeilijke keuzes in hun loopbaan, maar ook in hun leven, dus niet alleen professioneel, dat die eigenlijk beroep kunnen doen op zo'n coach. En de meerwaarde is dat dat in de natuur gebeurt. Ik merk gewoon dat ik niet graag delegeer. Niet in de zin van dat ik de mensen niet vertrouw, maar ik vind het onaangenaam om aan iemand te vragen om iets voor mij te doen op het werk. De natuurcoach is een gecertificeerd persoon. Dus dat is iemand die al een diploma heeft als coach. Dus alleen echte gediplomeerde coaches mogen naar de cursus om natuurcoach te worden. Wat wij eigenlijk doen, is ervoor zorgen dat mensen die een coachingsvraag hebben, die worden door een professionele coach begeleid, met dat grote verschil dat we dat buiten doen, in de natuur. Je had mij er juist gezegd van dat je graag structuur en een pad hebt, maar hier zitten we nu op een splitsing. En mocht ik jou vragen, welk van die paden, welk zou je er willen van kiezen? Wat zou je dan nemen? Naar daar. Ja. Dus het is eigenlijk een heel groot stuk onbewust starten, terwijl wij alles opnemen en op een bepaald moment, als we richting conclusie gaan, dan neem ik die punten terug mee en gaan we die gaan bespreken. Je hebt mij daar juist verteld van, je hebt structuur, dat is voor jou belangrijk, maar je moet er niet middenin staan. Ja? Als je op een bepaald moment moet kiezen van, word ik zelfstandige of blijf ik bediende of word ik schrijver? Ja, dat zijn eigenlijk heel cruciale momenten in je leven waarop je grote beslissingen moet nemen. En als je dat dan fysiek kan overwegen in de natuur, dan denk ik dat dat een heel grote meerwaarde geeft. Die mensen zijn vroeger al gecoacht geweest, die hebben al sessies gedaan, maar die zeggen dan van, wauw, dit had ik niet verwacht. Dat is nu blijkbaar mijn volgende stap die ik moet zetten. En als ze daar zelf zo van overtuigd zijn, dat is dankzij zo'n trek in de natuur.